Goedemiddag. Silvio Berlusconi is overleden, de controversiële oud-premier van Italië. Hij beheerste decennia lang de Italiaanse politiek. Door het hoge brandgevaar wordt vanaf vandaag extra gecontroleerd op het rookverbod in natuurgebieden. En Oekraïne zegt dat het al 4 dorpen heeft heroverd aan het front. In Italië is ex-premier Silvio Berlusconi overleden. Hij overleed in het San Raffaele ziekenhuis in zijn thuisstad Milaan. We zien hier hoe zijn zoon Pier Silvio aankomt om hem te groeten. Berlusconi was 86 en hij was 3 keer eerste minister van Italië. Een eerste keer kort in 1994 en meer dan 10 jaar later nog eens 2 keer. Hij was omstreden omdat hij naast politicus ook veel economische macht in handen had. Zo was hij eigenaar van commerciële tv-stations, van kranten en van voetbalclub AC Milan. Hij deed ook tal van controversiële uitspraken en was verwikkeld in corruptie en seksschandalen. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale. Zo kondigt Silvio Berlusconi in 1994 zijn intrede in de politiek aan. Berlusconi maakte fortuin in de bouwsector en met een groot mediabedrijf. Dat tv-imperium had hij kunnen uitbouwen met de hulp van zijn boezemvriend ex-premier Craxi, die de mediawet herschreef op maat van Berlusconi. Tijdens de grote anticorruptieoperatie Schone Handen vlucht Craxi het land uit en daarop besluit Berlusconi om zelf in de politiek te gaan. Forza Italia, een voetbalspel, slogan wordt de naam van zijn nieuwe rechtse partij, waarmee hij meteen de verkiezingen wint en premier wordt. Omdat hij nu tegelijk mediamagnaat en premier is, krijgt hij kritiek, maar die wuift hij weg. Maar il conflitto di interesse si intende quando uno è lì e fa l'interesse suo contro l'interesse di tutti. Se io facendo l'interesse di tutti faccio anche il mio, perché sono uno dei tutti, questo non è conflitto di interesse. Berlusconi noemt zijn politieke tegenstrevers communisten, een term die hij ook gebruikt voor de rechters die hem vervolgen voor onder meer belastingontduiking en omkoping. Vrijwel altijd ontsnapt hij aan een veroordeling door eindeloze procedures, verjaring of door zelf wetten te laten goedkeuren waardoor een vergrijp uiteindelijk niet meer strafbaar is. En toch noemt hij zichzelf een slachtoffer. In assoluto, il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo. De bunga bunga feestjes, al dan niet tegen betaling opgevrolijkt door vrouwelijke entertainers, onder wie minderjarigen, die feestjes zijn er uiteindelijk te veel aan. Hij ontsnapt aan een veroordeling wegens aanzetten tot prostitutie. Zelf beweerde hij dat hij nooit iets met prostitutie te maken had. Nella mia vita io non ho mai neppure una volta dovuto dare dei soldi a qualcuno per una prestazione sessuale. Berlusconi's vrouw vraagt de scheiding aan en de ranzige seksaffaires maken het moeilijker voor hem om Italië nog te vertegenwoordigen. Tijdens de financiële crisis van 2011 ziet Berlusconi zich gedwongen om ontslag te nemen. Later wordt hij ook nog veroordeeld voor fiscale fraude en mag hij 6 jaar lang geen politiek mandaat uitoefenen. Maar in 2019 is hij daar terug, gefeest heeft en wel, al staat hij nu in de schaduw van dat andere rechtse boegbeeld Matteo Salvini. En ook al zit zijn partij ook nu weer in de regering van Giorgia Meloni, Berlusconi speelde daarin af en toe voor stoorzender met kritiek op de premier. A parlare con Zelensky, se fossi stato presidente del consiglio non ci sarei mai andato. Het waren de laatste incidentjes in een politieke carrière van bijna 30 jaar waarin Berlusconi onmiskenbaar zijn stempel drukte op Italië. En de Italië-kenner van onze redactie, Willem van Mullum, is erbij komen zitten. Ja, het is een bijzonder figuur, toch? Want ondanks alles, we hebben het net gezien en gehoord, hij was razend populair. Ja, klopt. Ondanks alles, inderdaad. Als je vanmorgen ook kijkt naar de voorpagina van La Repubblica op hun nieuwsite, daar zien we het. La Repubblica is een eerder links georiënteerde krant, dus eigenlijk criticaster van Berlusconi. Zij noemen het La fine di un'era, het einde van een tijdperk. En dat kan je vandaag toch wel zeggen. Nu, waarom was hij zo populair?
Wat ik altijd heb gemerkt in Italië, zeker rondom verkiezingen, dat is Silvio Berlusconi heeft een voornaam en een familienaam. Wat ik bedoel, er is maar één Silvio, er is maar één Berlusconi in Italië. Dat kwam altijd terug. En ik heb lang gezocht naar, ja, wat is daar de verklaring voor? Maar we zagen het ook in het overzicht van zijn leven. Hij heeft de Italianen heel lang brood en spelen gegeven. Hij had die mediazenders zelf, waar hij natuurlijk ook de boodschap goed controleerde, zeker als het over hem ging. Hij had ook die voetbalclubs. Dus hij gaf ze van maandag tot vrijdag. Dat gaf hij de Italianen, gaf hij ze politiek. En dan zaterdag en zondag gaf hij dan de sport. Hij was ook iemand die zo'n beetje die... We noemen het vaak de Amerikaanse droom, die American Dream. Hij heeft dat in Italië een beetje gedaan. De Italiaanse droom, zeg maar. Self-made man. Hij begon als een charmezanger op een cruiseschip. En hij heeft dan zichzelf gezet als de machtigste man van Italië. Wat ook altijd aan hem opvalt, is dat hij... Heel belangrijk zijn uiterlijk. Dat is voor vele Italianen zo. Die zijn altijd goed gekleed, besteden daar heel veel aandacht aan. En als we eens gaan kijken naar een filmpje van exact een maand geleden, het laatste filmpje dat hij zelf op zijn sociale media heeft gepost, vanuit het ziekenhuis, valt dat ook nog eens op. Laten we even kijken. Un saluto affettuoso a tutti. Io sono ancora purtroppo a San Raffaele. Maar per voi ho messo anche questa mattina giacca e camicia. Het is een maand geleden, dat is daags voor heel belangrijke regionale verkiezingen in Italië. Hij ziet er uiteraard verzwakt uit. Hij ging de laatste tijd ging hij ziekenhuis in en ziekenhuis uit. En ja, je ziet ook Berlusconi die aanvaarde de jaren toch niet altijd. Nee. Dat voor zijn persoon, Willem. Maar ja, welke politieke steen heeft hij verlegd? Wat is zijn politieke erfenis? Ja, velen vandaag die bedanken hem voor wat hij voor Italië heeft betekend. Hij heeft onmiskenbaar een gigantische stempel gedrukt op die Italiaanse politiek en eigenlijk ook wel daarbuiten. Je moet weten, in een context, begin jaren 90, grote politieke schandalen in Italië. Eigenlijk was zowel de politiek, maar ook de kiezer, die lagen als het ware in de touwen, helemaal murw geslagen. En hij heeft dan eigenlijk in 1994 de sprong gewaagd. Hij heeft zijn partij Forza Italië opgericht. Forza Italië, zoveel als vooruit Italië, ook Forza, de kracht van Italië. Kan ook een slogan gaan zijn van op een voetbalwedstrijd. En hij bracht de politiek op tv, op zijn tv, op zijn zenders en bracht op die manier de politiek in de huiskamer bij de Italianen. Hij behaalde al meteen een heel erg sterke score bij zijn eerste deelname bij de verkiezingen, 21%. En hij is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog, dus eigenlijk in de moderne Italiaanse Republiek, de premier die het langst heeft gezeteld. En als je weet, ja, Italië kent toch wel wat turbulente politieke tijden, dat hij dat dan zo lang heeft volgehouden, zegt toch ook wel iets. Je mag ook niet vergeten, Italië is heel vaak een politiek laboratorium geweest voor dingen die dan in andere landen ook gebeurd zijn. En hij was eigenlijk een beetje een populist avant la lettre. Waar hij heel vaak naar verwees als zijn politieke erfenis is dat hij in 2002 erin geslaagd is om Vladimir Poetin en Bush Jr. de hand te laten schudden op een G7-top. En hij zei, ja, dat is dankzij mij het einde van de Koude Oorlog. Hij is wel zijn rol blijven spelen, ook de laatste jaren in die politiek. Is nog verkozen als Europarlementslid, zetelde nu in de Senaat. En de grote vraag zal zijn, wat met Forza Italië, wat met zijn partij die nu in de regering zit na het overlijden van Silvio Berlusconi. Dank je wel om dit portret voor ons te schetsen. Gisteravond heeft een onweer boven Parijs tientallen straten blank gezet. Rond 8 uur deed zich een wolkbreuk voor en viel de regen met bakken uit de lucht. Evenveel als normaal in 2 weken tijd. Op beelden van sociale media is te zien hoe de riolering de massa water niet kan verwerken. Hoe het water in enkele minuten tijd tientallen centimeters hoog staat. Net als bij ons had het in Parijs al wekenlang niet meer geregend, tot gisteravond dus. En niet alleen Frankrijk, maar ook Spanje, Italië en de Balkan krijgen al enkele dagen te maken met hevige onweders. Die hebben alles te maken met de hoge temperaturen. Het zijn van die typische hitte-onweders waarbij stapelwolken dus heel veel energie krijgen om uit te groeien tot echte onweerswolken. Ja, en dat gaat dan gepaard met hagel, met veel water op korte tijd. In Parijs bijvoorbeeld viel op korte tijd 20 tot 30 liter water per vierkante meter. In Dijon zelfs rond 40 liter water per vierkante meter. Ook in West-Vlaanderen viel er gisterenavond een bui, een aantal buien zelfs, met ook onweer. Maar geleidelijk aan gaan die onweersbuien opnieuw naar het zuiden van Europa. Trekken en wij krijgen dan opnieuw droog weer, zonnig weer en warm weer.
En de hitte hier, in combinatie met al wekenlang weinig of geen regen bij ons, maakt de kans op natuurbranden groot. Er is vooral risico op plekken waar de ondergrond uit zand bestaat, zoals de Kalmthoutse en Mechelse Heide. Ook aan de kust zijn er plaatsen waar het opletten is nu, in het Zwin, in de duinen en in het Duinbos in De Haan. Ik ben de boswachter. Ik wil u eens aanspreken in verband met het brandgevaar. Het is heel erg droog voor het moment. Dus ik wil de mensen ervan op de hoogte brengen dat ze extra voorzichtig moeten zijn. Boswachter Koen spreekt deze week systematisch alle wandelaars aan. Het is een actie van Natuur en Bos in de hoop dat bezoekers extra waakzaam worden. Want overal is het brandgevaar groter dan normaal en zeker hier in het Duinbos van De Haan. We zien hier dit duingrasland. Op dit moment zou dat alle schakeringen groen moeten hebben. En je ziet dat het vooral geel en bruin is, wat ook weer wijst op die droogte. In heel Vlaanderen is het code geel. Op sommige plaatsen zelfs code oranje. En dat betekent dat het verboden is om vuur te maken in en rond natuurgebied. Maar niet iedereen houdt zich daaraan. Ja, we vinden hier een sigarettenpeuk. Dat is natuurlijk helemaal uit een boze. Mensen gooien dat onbedacht weg, maar dit kan echt de oorzaak zijn van een grote hoop miserie. En misschien minder bekend is dat ook zwerfvuil een brand kan veroorzaken. Hier ligt een beetje van alles. Ik vind zelfs een stukje plastic. En net zoals een stuk glas kan dit eigenlijk de zonnestralen samenbrengen in één focuspunt, in één brandpunt en zo voor een vonk zorgen of voor het begin van een brand. Heel erg droog. Zakdoekjes en toiletpapier liggen her en der tussen de struiken en ook die werken bij een vonkje brandversnellend. Waar hebt u dat gevonden? Oh, en, die bankjes hier staan. Gewoon achtergelaten door mensen. Dat wil ja. Voilà. Het assiseproces rond de moord op oud-burgemeester Ilse Uytersprot nadert zijn einde. De advocaten van de moeder en de zonen van Uytersprot zijn gestart met hun pleidooien. Jurgen de Mesmaker staat terecht. Hij bekende meteen na de feiten in 2020 dat hij Ilse Uytersprot doodde met 6 hamerslagen. Hij zei dat dat in een opwelling gebeurde, dat hij dat vooraf niet gepland had. En tot vandaag blijft hij bij die versie. Ja, hij zegt dat. Maar Hans in het begin, als hij ondervraagd wordt, zegt hij: zij is weer in slaap gevallen, ik ben wakker gebleven. En ik heb daar nog 10 minuten liggen nadenken. Dat is voldoende voor de voorbedachtheid. Als je na 10 minuten uit je bed gaat en je gaat in een plaats daarnaast je hamer halen en je zegt: als ik die hamer vast had, wist ik wat ik ging doen. Ja, dan denk ik dat juridisch wij te maken hebben met voorbedachtheid. En dat zullen we afwachten. Fatma, de man heeft meteen bekend, hè, na de feiten, dat hij Uytersprot gedood had. Waarom moet daar dan nog zo lang over gepleit worden? Wel, Annelies, dat heeft alles te maken met die voorbedachtheid waar Jeff Vermassen zo pas naar verwees. Jurgen de Mesmaker, dat zei al die beschuldigde, die heeft van meet af aan gezegd: ik heb Ilse Uytersprot gedood zonder plan, in een opwelling. En dat zou betekenen dat er dus geen voorbedachte raden was. En als zijn bewering klopt, dan moet hij dus schuldig verklaard worden aan doodslag en niet aan moord. En dat kan belangrijk zijn morgen, wanneer zijn straf wordt bepaald, want dan riskeert hij maximaal 30 jaar in plaats van levenslang. Nu, natuurlijk hebben de advocaten van de burgerlijke partijen allerlei tegenargumenten voor die bewering. Ze zeggen dat Ilse Uytersprot de relatie wilde beëindigen met hem, dat hij dat niet kon verkroppen en dat hij haar daarom heeft gedood, met motief dus. Daarnaast bleef Jurgen de Mesmaker ijzig kalm nadat hij Ilse Uytersprot had gedood. Hij heeft zich rustig aangekleed, zijn tanden gepoetst, nog wat gel in zijn haar gedaan en is dan pas naar de politie gestapt om zich aan te geven. En dat strookt toch meer met de koelbloedigheid van een geplande moord, zeggen de burgerlijke partijen. En dus, ja, iedereen probeert, elke partij hier vandaag probeert die jury daarvan te overtuigen. En dat neemt natuurlijk heel wat tijd in beslag, want vanavond zal die jury dan heel laat waarschijnlijk moeten beslissen: is Jurgen de Mesmaker schuldig aan moord of doodslag? En dan gaan we het weten vanavond laat. Dankjewel, Fatma. Het parket van Oost-Vlaanderen voert een onderzoek naar een kinderopvang in Evergem.
Een baby van 6 maanden belandde donderdag in het Universitair Ziekenhuis in Gent. Het meisje was ziek teruggekeerd van de crèche. Haar ouders maakten het nieuws bekend via Facebook en zeggen dat hun dochter door elkaar is geschud. Het agentschap Opgroeien heeft de kinderopvang uit voorzorg geschorst en het gerecht is dus met een onderzoek gestart. Daarop zijn een man en een vrouw opgepakt, de uitbaters van de crèche. Het Openbaar Ministerie heeft dan beslist om een onderzoeksrechter te vorderen. De man die is al voorgeleid en die werd vrijgelaten onder voorwaarden. En de vrouw die wordt die namiddag voorgeleid. Rond de toestand van de baby zal er op heden niet gecommuniceerd worden. Maar het is wel zo dat de onderzoeksrechter een wetsarts heeft aangesteld. Ouders die willen weten of er geen mistoestanden of mankementen zijn in de crèche waar hun kind zit of waar ze hun baby naartoe willen brengen, die kunnen dat vanaf vandaag opzoeken. Dat kan via de website van het agentschap Opgroeien. Daar staat te lezen welke crèches in een handhavingstraject zitten momenteel die opgevolgd worden omdat ze tekorten moeten wegwerken. Vanaf vandaag kan u op de website van het agentschap Opgroeien opzoeken of een kinderopvanginitiatief in een handhavingstraject zit. Zo'n traject komt er als een initiatief herhaaldelijk in de fout gaat of als de fysieke integriteit van de kinderen in gevaar is. Het belangrijkste is dat ouders vanaf nu, op het moment dat ze een kinderopvang zoeken, zeer duidelijk kunnen weten of er bepaalde maatregelen lopen, dat wel in het verleden maatregelen hebben gelopen. Na de vele wantoestanden van vorig jaar wil het agentschap Opgroeien transparanter communiceren. En daarom staan de inspectieverslagen al sinds eind vorig jaar online. Met daar nu de handhavingstrajecten aan toe te voegen, gaan ze dus nog een stapje verder. Ouders kunnen zicht krijgen op, is dit een kinderopvang die effectief aangemaand is om aan die tekorten iets te doen? Ze kunnen ook zicht krijgen op die tekorten. Ze kunnen ook zicht krijgen op, is er een bepaalde klacht of bepaalde melding geweest in functie van die handhaving. Dus ze hebben zicht op al die handhavingsmaatregelen. Tegelijkertijd krijgen ze ook zicht op de positieve evoluties. Eenmaal de handhaving is afgerond, verdwijnt de informatie ook van de website. Want voor de sector zelf, die nog steeds kampt met structurele personeelstekorten, zorgt informatie op de website natuurlijk ook voor extra vragen van ouders. Het is ook belangrijk dat elk kinderopvanginitiatief hierover met de ouders in gesprek gaat. Dat moeten ze nu al doen. En nu krijgen ze eigenlijk bijkomend een instrument om ouders niet alleen te informeren, maar ook daarover met hen in gesprek te gaan. Dus de sector reageert hier toch wel overwegend positief op. Окремий батальйон, удар рей, 129-ї бригади, звільнив населений пункт Нескучне. Слава Україні! Героям слава! Oekraïne meldt dat het sinds gisteren al 4 dorpen heeft heroverd op het Russische leger. Het zijn allemaal dorpen op het front bij Vuledar in het zuidoosten van Oekraïne. Van Russische kant is er geen bevestiging van het nieuws. Rusland blijft zeggen dat het de aanvallen van de Oekraïners afslaat. Vanochtend claimde het Oekraïense leger opnieuw terreinwinst. Opnieuw een dorp waar de Oekraïense soldaten de vlag kunnen planten. Op de achtergrond was de oorlog nog hoorbaar. Volgens een Oekraïense marinier hebben ze dit dorp niet zonder slag of stoot kunnen innemen. Спочатку ворог оказав супротив, пытався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переломити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки. І потихеньку, хата за хатою, почали звільняти село. Oekraïne beweert dat het de voorbije dagen al 4 zulke dorpjes heeft kunnen innemen. En al zijn dit piepkleine dorpen met weinig inwoners, de Oekraïners trekken zich aan die voorzichtige vooruitgang op. Rusland heeft de verliezen niet met zoveel woorden toegegeven, maar beelden op sociale media lijken de Oekraïense terreinwinst te bevestigen. In elk geval is wel duidelijk dat het grote Oekraïense tegenoffensief op meerdere plaatsen tot bijzonder harde gevechten leidt. Deze beelden zouden de voorbije dagen in de buurt van Bakhmut zijn gemaakt. Een van die plekken waar Oekraïne de aanval heeft ingezet.
In het Duitse luchtruim beginnen vandaag de grootste luchtmachtoefeningen in de geschiedenis van de NAVO. Zowat 10.000 soldaten en 250 vliegtuigen uit 25 landen worden ingezet. De oefeningen duren 11 dagen. De bedoeling is om te trainen op het afslaan van een aanval van een oostelijke agressor. Rusland zou u denken, maar volgens de NAVO liggen de oefeningen al vast sinds 2018, lang voor het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Bij een busongeluk in New South Wales in het zuidoosten van Australië zijn zeker 10 doden en 25 gewonden gevallen. De bus was op de terugweg van een huwelijksreceptie in een wijnmakerij. De buschauffeur is opgepakt, vermoedelijk omdat hij dronken achter het stuur zat. En de Colombiaanse overheid heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de redding van de 4 vermiste kinderen. We zien hoe militairen hen eerst de zorg toedienen en iets te drinken geven. De kinderen overleefden 40 dagen in het regenwoud na een vliegtuigcrash. En volgens nieuwe informatie leefde ook de moeder nog 4 dagen na de crash. Straks wippen we even de grens over, want het beste bier ter wereld, de Trappist van West-Vleteren, is bij ons in een winkel niet te krijgen, maar wel in Nederland voortaan. Hoe dat zit, hoort u straks. Dag Tess, jullie zijn de Belgian Cats vanochtend gaan uitzwaaien op de luchthaven. Ja, ze zijn niet op vakantie vertrokken, maar wel richting het EK. Vanmorgen zijn de Belgian Cats in Zaventem inderdaad op het vliegtuig gestapt met ambitie. Het is de 4e opeenvolgende keer dat de Belgische vrouwen meedoen aan een EK. En na 2 keer brons dromen ze nu van het allerhoogste, de Europese titel. Donderdag spelen ze hun eerste wedstrijd. Bestemming Tel Aviv in Israël. Daar spelen de Belgian Cats de groepsfase van het EK. Na 6 weken intensieve voorbereiding staan de Cats te popelen om eraan te beginnen. Alles is goed verlopen en we hebben een goede oefenmatch gehad. En, de vibes zitten goed, dus ja, ik kijk er naar uit om te vertrekken. Ja, de hoesting is groot. Ik denk dat we allemaal wel veel zin hebben om naar Israël te gaan en te presteren. Dus de hoesting is zeer groot. Donderdag spelen de Cats hun eerste wedstrijd tegen Israël. Dan volgt Tsjechië en de laatste groepswedstrijd is tegen Italië. Als nummer 7 van de wereld zijn de Cats favorieten in groep. Ja, de eerste plaats in de poelen denk ik dat we toch wel nastreven om dan een zo goed mogelijke positie te hebben in die kwartfinale. En dan zal het aan details liggen. Maar ik denk als je begint aan een EK, moet je altijd voor het hoogst mogelijke gaan. En dat zit zeker wel in ons achterhoofd. Het hoogst mogelijke, dat is Europees kampioen worden. Of alleszins de finale halen. De voorbije edities werden ze een keer 5e en pakten ze 2 keer brons. Het zou mooi zijn als we beter doen dan de vorige EK's. En dat we eindelijk met een andere kleurmedaille naar huis zullen komen. Het zou mooi zijn. Ja, het brons zijn we nu toch wel beu. We merkten al de vorige keer dat we brons hadden, dat dat niet hetzelfde enthousiasme dat we er rond hadden. En een finale zou toch wel heel mooi zijn. Ja, de Belgian Cats die staan dus al op het EK. De Rode Duivels die moeten zich nog plaatsen voor hun EK. Later deze week spelen ze 2 kwalificatiematchen. En de bondscoach die heeft op het laatste moment nog 2 nieuwe namen opgeroepen. Johan Bakayoko en Oster Franks. Bakayoko speelt bij PSV in Nederland en werd eerder al eens opgeroepen door Tedesco. Hij kreeg toen ook speelminuten. Voor de 20-jarige Oster Franks is het zijn eerste selectie bij de Rode Duivels. Hij speelt bij AC Milan in Italië. Het duo vervangt Kevin De Bruyne, de middenvelder van Manchester City, die raakt geblesseerd tijdens de Champions League finale en moest afhaken. Zaterdag spelen de Duivels tegen Oostenrijk, dinsdag tegen Estland. Ja, geen Kevin De Bruyne dus, maar hij is wel fit genoeg om mee te feesten met zijn ploegmaat bij Manchester City. Afgelopen zaterdag wonnen zij voor het eerst de Champions League. Op het vliegtuig van Istanbul naar Manchester werd de trofee vertroeteld. Grote liefde is het tussen de spelers en hun beker. Kevin De Bruyne die werd dan weer gekroond als clubicoon. Intussen is het vliegtuig met de spelers en de coach Guardiola geland in Manchester. En daar is er straks nog een parade door de straten van de stad.
Michy Batshuayi die reist wel af naar de Rode Duivels en de spits is in vorm. In de finale van de Turkse voetbalbeker scoorde hij gisteravond 2 keer. Batshuayi opent de score voor zijn club Fenerbahçe al in de eerste minuut, zo 1-0. En nog voor het half uur slaat Batshuayi dan opnieuw toe. Hij tikt de bal binnen na een blunder van de doelman van Başakşehir hier. Daar bleef het ook bij die 2-0 en Fenerbahçe wint de beker met grote dank aan Michy Batshuayi. Het voetbalseizoen in België dat is nog maar net voorbij, maar heel wat clubs uit onze hoogste klasse die zijn vandaag toch al opnieuw beginnen te trainen. Zo ook KV Kortrijk. Dat terwijl de club eigenlijk midden in een crisis zit. De West-Vlaamse club is in handen van Vincent Tan, dat is een steenrijke Maleisiër. Die zou de club willen verkopen en zou ook onderhandelen met geïnteresseerde kopers. Bovendien heeft Kortrijk nu al 1,5 maand geen voorzitter meer, geen manager en misschien nog gekker, zelfs ook geen trainer. En we gaan commencer d'abord avec 5 tours. 5 tours ici. Ça va? Oké, dan. Assistentcoach Joseph Akpala leidt de eerste veldtraining van KV Kortrijk in het seizoen 2023-2024. Een hoofdtrainer is er niet, nog niet, net als een voorzitter en een nieuwe manager. Want hun voorgangers namen eind april ontslag, omdat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar, KVK toen niet wou verkopen. Well, the information that we got is that the club is busy with everything, with a new owner, with a new coach. So we needed to start training because we had almost 6-7 weeks off. So the players needed to start. Extra sportief zijn er dus veel kopzorgen bij KV Kortrijk en ook op sportief vlak zijn er nog veel vragen. Voor de 4e keer in een jaar tijd heeft KVK een nieuwe hoofdtrainer nodig. Staying negative would not change anything. It wouldn't bring or change anything. I think they're doing what they think they can do to get the club rolling. And I'm sure that like I said, in few maybe hours, maybe days, maybe a matter of a week or two, that it will be resolved. Al meer dan 120 jaar is er voetbal in Kortrijk en nu al 15 jaar onafgebroken in de hoogste klasse. KVK wordt naar verluid commercieel zeer goed gerund, maar de impasse rond een mogelijke verkoop zorgt voor veel onrust. You know, in football, it can be black today, it can be white tomorrow. And the next minute it changes. So in terms of the club, I think they will definitely find a stability. And from there on they can build something else. Ja, ze hebben nog een paar weken de tijd om het op orde te krijgen. Dat was de sport voor vanmiddag. Dankjewel, Tess. Er is enorm veel vraag naar. Zodra dat bekend werd dat West Vleteren op deze manier naar Nederland zou komen, hebben wij heel veel vragen gehad via e-mail, via telefoontjes, vragen in de winkel. Het leeft enorm onder de klanten. De trappist van West Vleteren, beschouwd als het beste bier ter wereld, wordt voortaan ook in Nederland verkocht. En anders dan bij ons kan dat daar gewoon in de winkel. Tenminste toch in sommige speciaalzaken. Wij moeten nog altijd naar de abdij of we laten een krat van 24 flesjes aan huis leveren. Maar onze noorderburen kunnen vanaf nu in bepaalde drankenhandels terecht om aan het beste bier ter wereld te geraken. En dat heeft een duidelijke reden. Op de Nederlandse markt zagen wij dat West Vleteren aangeboden werd tegen hele hoge prijzen. Ik denk dan aan bedragen ruim boven de 10 euro. Dat varieerde van 10 tot zelfs 17 euro hebben we gezien in bepaalde horecabedrijven. Dat is natuurlijk niet gezond. Op die manier willen de monniken van de Sint-Sixtus-abdij woekerpraktijken dus aan banden leggen. De iconische houten kratten worden in Nederland niet verkocht. Ik ben nu de flesjes in Westmalkrat aan het steken, zodat mijn collega's ze dan in de dozen kan stoppen en dan door het apparaat kan gooien. Waarom precies in Westmalkrat? Dat is eigenlijk heiligschennis. Ja, eigenlijk wel, maar anders kunnen we de flessen niet pakken met het apparaat dat daar staat. En die dozen, gevuld met West Vleteren Blond 8 en 12, belanden bij de onafhankelijke drankhandelaar, waar de flesjes per stuk aan een redelijke prijs worden verkocht. En daar blijkt de Nederlandse bierliefhebber meer dan blij mee. Het was de missende trappist en wij zijn echt heel blij dat wij deze nu bij ook op de planken hebben staan, dat we de klant het compleet assortiment kunnen aanbieden. Het is natuurlijk een zeldzame, het was in Nederland moeilijk verkrijgbaar. Dus ja, wij zijn heel blij dat hij nou bij ons op de plank mag staan. Ik heb hem een paar keer gedronken.
Ik op het trappistenavond bij een vriend van mij die een feestje gaf thuis, hier in de buurt. Ik vond hem lekker, ja, absoluut. Ja, goed bier. We begonnen dit journaal met het overlijden van Silvio Berlusconi, ex-premier van Italië. Een flamboyant en allesbehalve onbesproken figuur. En hij drukte decennia lang zijn stempel op de Italiaanse politiek. Heel graag tot vanavond. Un saluto affettuoso a tutti. Silvio Berlusconi heeft een voornaam en een familienaam. Wat ik bedoel, er is maar één Silvio, er is maar één Berlusconi. Hij heeft de Italianen heel lang brood en spelen gegeven. Hij had die mediazenders zelf, waar hij natuurlijk ook de boodschap goed controleerde, zeker als het over hem ging. Hij had ook die voetbalclubs. Dus hij gaf ze van maandag tot vrijdag, gaf hij de Italianen, gaf hij ze de politiek. En dan zaterdag en zondag gaf hij dan de sport.